Op het bovenste etiket zie je in het midden een lijn. Het onderste etiket is dezelfde print na reinigen. In het geval we lijnen hebben in de print of vlekken, dan gaan we in het maintenance menu van de toolbox een quick, normal of full clean printhead uitvoeren. Misschien is de beste optie een full clean printhead. Als de procedure afgerond is, dan staat het toestel terug in online status. Kan je een testprint maken, kijken als het opgelost is. Is het nog altijd niet opgelost, dan kan je nogmaals een full clean printhead uitvoeren. Is het na een tweede keer nog niet opgelost, dan ga je een doekje nemen met gedestilleerd water en wrijf je over de printkop. Om de printkop manueel te reinigen in geval van witte lijntjes, gaan we met een doekje, een niet pluizend doekje, licht bevochtigd met gedestilleerd water, over de zwarte streep wrijven. We gaan in één richting wrijven, niet heen en weer. In het geval je vlekken hebt op de etiketten, zwarte vlekken, dan is er waarschijnlijk te veel inktafzetting op het oranje en het lichtgrijze gedeelte. Dat kan je reinigen met een droog doekje in dat geval. Maar vermijd contact met de zwarte streep. We nemen een doekje en we doen er wat gedestilleerd water op. We wrijven over de printkop. En sluiten nadien de clamshell. Vervolgens gaan we nogmaals in de toolbox een quick clean printhead uitvoeren.